En ik denk dat als we die commissie niet gehad hadden, dat het zover niet gekomen was, dan was de vraag hoe de vlag er dan bij gehangen had hier. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. In het kader van de verduurzaming zijn we hier bij de PSX. Kunt u eens vertellen wat er precies allemaal gebeurd is in het kader van de verduurzaming? Nou, we zijn al een tiental jaren bezig om te verduurzamen. Het is in feite een langlopend project. Ook soms onder een andere noemer, dat er andere dingen gebeuren. En nu is de kers op de taart. Hè. We zijn van het gas af inmiddels. Dat was uiteindelijk de bedoeling of is er daarbij gekomen? Is nooit expliciet de bedoeling geweest, maar omdat nou de ketel, de gasketels kapot waren, ja, dan ga je geen gasketels meer vervangen. En we hebben de kans aangegrepen en dat kon ook, omdat we inderdaad al 10 jaar bezig zijn geweest, kon ook van het gas af. En jullie zijn in die 10 jaar waar nog meer mee bezig geweest? Nou, met allerlei grootschalige dingen. Maar we hebben bijvoorbeeld een warmte-terugweerinstallatie geplaatst. Er is een warmte-terugweerinstallatie. Ja. Er is, hoe heet het? Er is geïsoleerd een heleboel. Er is andere verlichting ingekomen. Er is van alles gebeurd. Waardoor we nu met minder energie toe kunnen. En het dan ook zonder gas kunnen gaan stellen. Onze twee ketels die daar stonden van 160 kilowatt. Die waren aan vervanging toe. Nou, tegenwoordig ga je niet meer dan nieuwe ketels neerzetten. Maar in de voorbereiding daartoe hebben we dus zonnepanelen gelegd. We hebben gezorgd voor hele goede isolatie. Waardoor we dus met warmtepompen, zonder alle radiatoren te moeten vervangen, et cetera, toch over konden gaan op warmtepompen. En dat hebben we nou dus gedaan. De warmtepompen staan buiten. Wat je hier nou dus ziet is een verdeeld systeem. Dat is ongeveer hetzelfde gebleven, alleen dus de pompen die zijn vervangen door energiezuinige pompen. En de regeling is natuurlijk aangepast moeten worden. Maar dat is nu allemaal ongeveer afgerond en draait nu in de winter. En met het vermogen wat dus de warmtepompen opnemen, dat valt een beetje mee. Dus ik denk dat we hiermee een hele goede slag geslagen hebben. En ik ben daar zeer content mee dat het goed uitgewerkt zoals ik gehoopt had. Wat we toen gedaan hebben is toch de beslissing genomen om een batterij erbij te plaatsen. Dat als we dus met afname van het net in de buurt van die 55 kilowatt komen, dat dan die batterij dus gedurende de bezettingsuren, dat is normaal maar 8 uur per dag, dat we dan dus de batterij het meerdere wat we nodig hebben kan opvangen. Ja, extra vangnet. Extra vangnet. We zijn er ook heel trots op en ik denk dat het ook alleen maar komt doordat we als bestuur een heel actieve technische commissie met name gehad hebben. Die er heel veel tijd in gestoken heeft en die ook heel veel dingen voorbereid heeft. En ik denk dat als we die commissie niet gehad hadden, dat het zover niet gekomen was. Dan was de vraag hoe de vlag er dan bij gehangen had hier. Al die aanpassingen hebben best wat gekost. Hoe hebben jullie dat gefinancierd? Ja, dat is in samenwerking met de gemeente en ook een aantal subsidies. Bijvoorbeeld de BOZA-subsidie doen we al een aantal. De wat voor subsidie? De BOZA, dat is stimulering, bouw en onderhoud sportaccommodaties. Het bestaat eigenlijk in twee vormen, een vooraf en een achteraf vorm. De vooraf vorm is als er grote bedragen bij te pas komen. En dat was deze keer het geval. En die hebben we dus voor elkaar gekregen. En daarnaast een ISDA-subsidie. Het stikt van de afkortingen bij die subsidies. Dat is de investeringssubsidie duurzame energie. En daar komt een lijst van apparaten bij te pas. Als die erop staan, de apparaten waar het over gaat, dan kun je daar subsidie voor krijgen voor de investering. Is dat ook nog afhankelijk van wat jullie gebruiken, dus merk? Ja, dat is die lijst van apparaten dan bij ISJ. Okay. En bij de BOZA zijn er tal van voorwaarden en bijzonderheden. Ja, moet natuurlijk aan allerlei normen voldoen. Ja, en het moet wel uitgevoerd zijn, niet uitgevoerd zijn voor een bepaalde datum, na een bepaalde datum, van alles en nog wat. Maar als het vooraf is, dan kan ik begrijpen, dan kun je een aannemer aannemen, kun je dingen doen. Als het achteraf is, hoe wordt het dan gefinancierd? Dus dan vraag je de subsidie achteraf aan over wat er in het jaar ervoor gebeurd is. Oké, dus dan moet het zolang even uit eigen middelen? Ja. Maar dat geldt dan niet alleen voor de verwarming, maar dat geldt mogelijkerwijs voor het hele gebouw.
Dan was het waarschijnlijk onbetaalbaar geworden. Ja, onbetaalbaar. Of het was een beetje verslonst. Dat kan natuurlijk ook. Hè. De tijd doet op een gegeven moment ook zijn werk. Ja, precies. Nou hopen we in een pand te zitten waar nog een, ja, een jaar of 15, 20 mee kan. Zonder dat er nog echte grootschalige dingen aan moeten gebeuren. Tenminste ingrepen. En ja, dat hebben we dan toch maar mooi bereikt. Nou, dat is hartstikke mooi. Dankjewel. Ja, graag gedaan.